Welkom, beste kijkers. Vandaag heb ik het met notaris Strobbe over de meerwaardebelasting. Want als u als particulier iets zal verkopen, een grond of een pand, dan zal u mogelijk belasting moeten afstaan. Ja, notaris, meerwaardebelasting. Zie ik het dan goed dat we enkel belasting moeten betalen als we een meerwaarde gerealiseerd hebben? Inderdaad, wanneer u een meerwaarde, dus een winst, maakt bij de verkoop van een onderhoudend goed, dan zult u mogelijk personenbelasting daarop verschuldigd zijn. Nu is het wel zo dat het belastingregime verschillend is wanneer het gaat om de verkoop van enerzijds een ongebouwd onderhoudend goed of een grond, dan wel anderzijds een gebouwd onderhoudend goed, zoals een huis of een appartement. U zegt dat ik mogelijk belasting moet betalen. Ik hoef dan niet altijd belasting te betalen? Uh, nee, wanneer u als particulier een onroerend goed verkoopt, dan zal dit afhankelijk zijn van de termijn die is gelopen tussen de aankoop en de verkoop van het onroerend goed. Wanneer u verkoopt binnen de acht jaar na de aankoop en het gaat om de verkoop van een grond, dan zou u meerwaardebelasting verschuldigd zijn wanneer het gaat om de verkoop van een gebouw. Dan zou u in principe slechts meerwaardebelasting verschuldigd zijn bij verkoop binnen de vijf jaar na de aankoop. Oké, okay, en welk, op welk bedrag gaat men zich baseren? Het gaat dus niet over de verkoopprijs van mijn pand. Nee, zeker niet. Men zal dus het verschil maken tussen de verkoopprijs enerzijds en de prijs waartegen u heeft aangekocht anderzijds. Maar let wel, men mag rekening houden met een verbeterde verkoopprijs en een verbeterde. Aankoopprijs. Kan u mij dat uitleggen? Verbeterde prijs? Op welke manier werkt dat? Wel, uw verkoopprijs mag u eigenlijk gaan verminderen met de kosten die u heeft gemaakt om te kunnen verkopen, zoals bijvoorbeeld de makelaarskosten, publiciteitskosten, kosten van eventuele attesten. Voor wat betreft uw aankoopprijs, die mag u gaan verhogen met de kosten die u heeft gehad bij de aankoop, zoals de registratiebelasting, maar dit kunnen ook renovatiekosten geweest zijn die u heeft gemaakt aan het pand. Die mag u er gaan bijtellen bij de aankoopprijs. Maar als ik bepaalde van die kosten niet meer kan bewijzen, mag ik dan niets bij mijn prijs stellen? Toch wel, dan mag u rekening houden met een forfait van 25% van de aankoopprijs die u mag gaan bijtellen bij de aankoopprijs. En bovendien is het zo dat u op die verbeterde aankoopprijs dan nog eens 5% per volledig gelopen jaar tussen de aankoop en de verkoop mag gaan bijtellen. We hebben het hier over belastingen. Over welke tarieven spreken we hier dan? Wel, ook hier zal het weer afhangen of het gaat om de verkoop van een grond, dan wel om de verkoop van een gebouw. Gaat het om de verkoop van een grond. En u verkoopt in de eerste vijf jaar na de aankoop, dan zal het tarief 33% bedragen. Gaat het om de verkoop van een grond tussen het vijfde en het achtste jaar, bedraagt het tarief 16,5%. Gaat het anderzijds om de verkoop van een gebouw, dan is er slechts één tarief, zijn de 16,5% wanneer u verkoopt binnen de vijf jaar na de aankoop. Maar daarbovenop komen dan nog eens de gemeentelijke opcentiemen die verschillend zijn afhankelijk van de gemeente waar u woont. En moet ik zelf iets doen om in orde te zijn met de fiscus? Absoluut. U bent verplicht om zelf die meerwaarde in de betrokken rubriek van uw aangifte personenbelasting op te nemen. Zo niet riskeert u een boete. Oké, okay, en als ik een pand wil verkopen wat ik niet zelf gekocht heb, maar wat ik uit een erfenis uh, ontvangen heb of wat men mij geschonken heeft, hoe zit het dan? Wel, wanneer u een goed uit een schenking heeft bekomen, ook dan speelt het systeem van de meerwaardebelasting. Maar de termijnen zijn iets wat verschillend. Gaat het anderzijds om de verkoop van een pand dat u heeft geërfd, dan zal de besproken meerwaardebelasting in de personenbelasting niet van toepassing zijn. Ah, dat is interessant. Zijn er nog momenten waarop ik geen belasting zal moeten betalen? Absoluut. De belangrijkste vrijstelling betreft eigenlijk de vrijstelling van de meerwaarde wanneer u uw eigen woonhuis, dus het woonhuis waar u heeft gewoond en waarvoor u de fiscale vrijstelling en de personenbelasting geniet, wanneer u die woning verkoopt, zal u geen meerwaardebelasting verschuldigd zijn. En alles wat we nu besproken hebben geldt dus voor privépersonen. Maar niet voor bedrijven. Begrijp ik dat goed? Dat klopt. Het gaat dus louter om privépersonen die niet beroepsmatig uh, handelen. Oké, okay. hartelijk bedankt voor deze zeer duidelijke uitleg, notaris. En u, dames en heren, wil ik uiteraard bedanken dat u keek. En ik zie u graag terug binnenkort voor nog meer notaristips.